Vertel jij iets wat vloggen? Ja, vloggen. Nee. Kennen jullie ook hele bekende vloggers? Op het RSG Wieringenland was vrijdagmiddag de kick-off van het project dat de realisatie van Campus de Terp in Wieringenwerf van dichtbij gaat volgen. Hiervoor is een mediateam samengesteld dat de komende jaren verschillende vlogs gaan maken rondom de bouw van Campus de Terp. Het mediateam is eigenlijk onze groep kinderen die de hele Wieringenmeer gaat voorzien van wat er eigenlijk op Campus de Terp allemaal gaat gebeuren, wat er te beleven valt. Ja, en hoe gaan ze dat doen? Nou, de techniek verandert in deze wereld, dus we maken als school nieuwsbrieven. Maar ja, voor de kinderen is dat ook best wel een beetje saai, dus we willen ook de kinderen aanspreken met filmpjes. Dus we gaan vlogs maken en filmpjes maken waarbij ze mensen interviewen. Waarom doen jullie mee aan dit? Ik doe mee omdat het me leuk leek en omdat Katie mij vroeg of ik mee wou doen. En ik vond het gewoon een leuk idee. Ja, en waarom doe jij mee? Het leek me leuk eigenlijk. Het leek me echt heel leuk. Want de Campus de Terp is een nieuwe school en er komen kinderen uit andere generaties en zo, van jong en oud. En voor hun moet het natuurlijk ook leuk zijn. Ja. En niet alleen één zandbak waar ze in moeten spelen. Ja, en jullie gaan dat hele bouwproces gaan jullie volgen. Ja. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Toekijken met onze ogen. Nee, maar je gaat toch vloggen? Ja, ik ga inderdaad ook vloggen. Ja. Ja. En hebben jullie al een beetje taken verdeeld? Ik ga interviewen. En dan gaan we ook samen met z'n allen gaan volgens mij ook de vragen bedenken. Jongens, waarom doen jullie mee aan dit project? Omdat het mij leuk leek om een keer te vloggen. Ja. Ja, ik vind het ook gewoon leuk omdat ik heb al een TikTok-account. En ja, ik mag ook een YouTube-kanaal ga ik maken. Dus ja, ik dacht, dit is een goed begin. Ja, ga je een beetje ervaring opdoen. Ja. Hoe vaak kunnen mensen een vlog verwachten? Nou, we verwachten ongeveer één keer in het kwartaal. Zodat er ook echt wat nieuws te vertellen valt. En wel regelmatig mensen op de hoogte gehouden worden. En heel belangrijk, waar kunnen mensen het vinden? Nog belangrijker, bijna is de website voor Campus de Terp gereed. Dus daar willen we het op lanceren en ook delen natuurlijk op al onze social media kanalen. Dus daar kunnen mensen alle informatie vinden.